Het ontslag van voorzitter Marciano Hellings van de Ogane Werknemersorganisatie Suriname, OWOS, is teruggedraaid. Leo Brunswijk blijft directeur van de energiebedrijven Suriname en de loononderhandelingen beginnen binnen een week. Dit werd vanmiddag bekend na overleg tussen waarnemend president Ronnie Brunswijk, het bestuur van de OWOS en de EBS-directie op het kabinet van de vicepresident. Brunswijk en Hellings hebben hun publiekelijke verontschuldigingen aangeboden voor de ontstane onrust binnen het bedrijf. Eerder op de dag beloofde de waarnemend president dat er vandaag een oplossing zou komen in de situatie. Natuurlijk gaan we straks praten met de bond en met meneer Hellings ook, Marciano, hij is niet de bond, hij is voorzitter van de bond. Ja, hij is voorzitter van de bond en we gaan vandaag praten. En vandaag gaan we oplossing vinden. Ja? Uno, luister nou. Uno, taki, tiri, toi, tak, ja, zo. Dan, we zijn Surinamers en Alauna Wang. Wij moeten dit land samen opbouwen. Ja? Allemaal moeten poten krachtig voor hoe tjara ontwikkeling kunnen kondre. En van jude, hoe leden van kondre, we gaan het oplossen. En ik ben vandaag waarnemend president en ik ga het vandaag oplossen. Vanaf vanmorgen hielden leden van de OWOS, ondersteunend door leden van de Unie van Assertieve Vakbonden, zich op voor het regeringsgebouw. De werknemers eisten dat er een oplossing kwam in de situatie bij de EBS. Hellings werd eerder ontslagen voor het delen van foto's van bedrijfseigendommen en het schenden van het vertrouwen van de werkgever. Het personeel vond het ontslag onterecht en eiste het vertrek van de directeur.